En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gitter op en het gitter aldermugend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Om een nieuwe winterse coronapiek en dus de uitval van onderwijspersoneel op te kunnen vangen, liggen er plannen om de kerstvakantie een week langer te maken en de zomervakantie een week korter. Sommige bezoekers aan de Wiegense Markt vinden dit een goed idee. Ja hoor, ik vind het een goed initiatief. Kan niet anders zijn. Nou ja, omdat we toch weer in die herfst en winter moeten afwachten of er een nieuwe coronagolf komt. En dan hebben we in ieder geval de kinderen weer thuis en hopelijk onbesmet. Dus ik vind het nog niet zo'n gek idee. En die zomervakantie duurt voor heel veel kinderen ook eigenlijk te lang. Dus laten we hopen dat we een prachtige zomer hebben. En dan maar korter genieten. En straks een weer lange winterstop. Maar dan kun je ook genieten als zomer. Ja, zeker. Ja. Nee, dat komt helemaal goed. Nee, eigenlijk niet. Ik hoop eigenlijk dat corona een beetje een griepje wordt, zeg maar. En dan gaat het denk ik niet helpen. Het is eventjes passen en meten. Dus, maar het komt wel goed. Het zou kunnen, maar het heeft niet mijn voorkeur. Nee. Maar hebt u dan opvangen die u kunt regelen? Want waarschijnlijk hebt u een baan. Nou, dat lukt ons wel. Maar dat is niet overal even makkelijk, denk ik. Nee. Mijn kleinkinderen zijn groot, dus hoeft er niemand naar te kijken. Hoeft er niemand naar te kijken? Nee. Maar denkt u dat het uw dochterzoon past? Moeilijk met werk, denk ik. Zoals het nou is, mag ik er gewoon blijven. Ja? Ja? Geen verandering. Geen verandering? Nee. Nou ja, dat is natuurlijk ook een mening, ja. Hè? Ja. Hebt u kinderen, kleinkinderen? Ja, ik heb er twee. Ja. Ook twee kleinkinderen? Ja. Komt vaak bij opa? Ja, regelmatig. Ja, mijn kleinkinderen zijn nog klein, maar in deze tijd past het. Ja. Want vroeger was de grote vakantie voordat kinderen mee moesten helpen op de boerderij. Ja, en dat is minder, hè? Ja, er zijn gewoon sowieso al minder boeren en alles is geautomatiseerd. Ah, dus het is eigenlijk een beetje verdeeld zo. Oh, dat is wel slim, ja. Ja, dat is wel slim. Nou, dat vind ik wel een goed idee, ja. Iedereen mag zijn kinderen bij mij aanmelden. Ik sta open om voor iedereen zijn kinderen op te passen. Nou, maar niet te hard, want dadelijk heb je er 30. Oh, dat is niet erg, joh. Daar ben ik helemaal klaar voor.